Nou, ik had zin om een boek te schrijven. Heb ik altijd zin en ik schrijf graag. En ik weet eigenlijk alleen maar te schrijven over mijn werk, want daar weet ik het meeste van. Het edele ambacht. De lelijkheid aangeklaagd. Zo heet het boek dat Eindhoven's oude meester Cornelis Lemaire vlak voor de kerst ten doop hield bij Boekhandel Vampieren. Kunt u het woord ambacht definiëren? Ambacht is iets wat je van nature hebt, of wat je hebt aangeleerd, of wat je in staat stelt om datgene te doen wat je graag wil doen. In de essaybundel trekt Lemaire van leer tegen de anti-kunstenaar, zoals hij velen binnen de kunstwereld betitelt. Maar veel meer nog dan een aanklacht tegen de lelijkheid, is het edele ambacht een pleidooi voor vakmanschap. Ik veroordeel Picasso niet of Van Gogh niet. Het is niet vanuit het mens zijn, maar van, als je het bekijkt als vakman, dan blijft er van het werk niks over. Dat is gewoon zo. Maar hoe kan het dan dat ze toch zoveel geld genereren? Die geldelijke waardering die komt vanuit een heel andere hoek. Die komt omdat het het artiesten zijn. Dat komt omdat het verschijnsel kunst of kunstenaar is gewoon helemaal verschoven naar de persoonlijkheid van iemand. En niet wat hij kan of wat die eigenlijk aan kennis of kundigheid heeft. Het is een heel ander paradigma is er in de kunst geslopen. Hetgeen wat Kees maakt is eigenlijk kunst. Waarom? Waarom? Omdat hij er zelf een groot belang aan hecht om het als kunst te beschouwen. Dat ook een toenemend aantal mensen ook het als kunst beschouwt. Vraag hem naar zijn ambities en Lemaire zal zeggen dat hij gewoon op zijn eigen manier wil blijven werken. Geen poespas. Vraag hem nou wat hij wil bereiken met zijn boek, dan zegt hij... Ach, ik hoop eigenlijk niet. Ik vond het gewoon leuk om te maken en ik beweer verder niks hoor. Ik heb helemaal geen boodschap of iets dergelijks. Ik denk alleen dat het leuk is voor mensen die belangstelling hebben voor het schildersambacht, dat die daar iets van kunnen opsteken.